Goedemiddag, u kijkt naar een extra NOS-journaal in verband met nieuws uit Rusland. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Het zou gaan om het toestel van de maatschappij Malaysia Airlines dat tegen het middaguur is vertrokken uit Amsterdam. De maker zegt dat dit beelden zijn van rookpluimen van het gecrashte toestel bij de Russisch-Oekraïnse grens. Het toestel vloog op 10 kilometer hoogte toen het neerstortte en in brand vloog. Op de beelden zijn ook Nederlandse paspoorten te zien. Het vliegtuig kwam neer in een gebied waar veel wordt gevochten tussen troepen van de Oekraïnse regering en separatisten. Er wordt gezegd dat het vliegtuig is neergehaald met een raket. Beide partijen geven elkaar de schuld. Alle lichamen die tot nu toe zijn gevonden zijn overgebracht naar deze trein op het station van Torres. Volgens de leider van de rebellen blijven de lichamen op het station in afwachting van een internationaal onderzoeksteam. Maar de Oekraïnse autoriteiten willen dat de stoffelijke overschotten worden getransporteerd naar Kharkov, dat onder controle van Kiev staat. Van de overige lichamen is vooralsnog geen spoor. Ze zijn mogelijk volledig verbrand. Old. They're lying there on the floor somewhere. I don't know where they are. Look at those people. How beautiful. Give the bodies back. Mr. Putin, send my children home. Send them home. Please,